We hebben in een aantal havens in de getroffen gebieden hebben wij hulpgoederen gebracht uit een eerste hoeveelheid. Dan moet u denken aan een 92-tal containers over de 160 auto's. We hebben afgeleverd in Sierra Leone, in Guinea en in Liberia. En we zijn nu onderweg naar Nederland om weer een tweede hoeveelheid hulpgoederen op te halen. En die zullen we dan vervolgens ook weer daar in het gebied gaan afleveren. Ja, wat zijn uw persoonlijke indrukken van de gebieden waar u bent geweest? Nou, persoonlijk zijn we niet heel erg in aanraking geweest met het ebola zelf. We zijn alleen maar in de havens geweest. We hebben onze spullen daar op de kades gezet. Maar we hebben natuurlijk wel gesprekken gehad met mensen, havenarbeiders daar. En die indrukken waren toch wel erg indrukwekkend in de zin van hoe daar het hele maatschappelijke leven zo beheerst wordt door ebola. Ja. En zoveel negatieve invloed daarop heeft. Kunt u een voorbeeld noemen van een verhaal wat indruk op u heeft gemaakt? Nou, dat is dan een verhaal wat ik niet zelf heb gehoord, maar dat heb ik via een medewerker te horen gekregen. Van een havenarbeider wiens familie getroffen was door een aantal mensen met ebola. En waar ze dan voor ons op een hele vervelende en trieste manier eigenlijk geen afscheid kunnen nemen van die mensen. Want ze worden volledig geïsoleerd en je kunt dus niet meer een laatste dag of vaarwel zeggen tegen iemand waarvan je zoveel houdt. Ik wens u nog een hele behouden vaart terug naar Nederland. Sterkte daar. Heel erg bedankt. En wij doen ons best om te zorgen dat de volgende lading van spullen ook weer op het juiste adres komt daar in de getroffen gebieden.